Lesgegeven wordt er al sinds januari, maar vandaag, een week voor de zomervakantie, zijn de kinderziektes eruit en de deuren officieel geopend. Voorheen zat de school in de oude MAVO Stek aan de Maria Montessori-laan. Dat pand moest weg voor de aanleg van het leerpark. Daar hebben de docenten geen traan om gelaten. Wethouder Van Steensel noemde het vanmiddag zelfs het slechtste schoolgebouw van Dordrecht. De gerenoveerde oude MULO bevalt een stuk beter. Nou, het is in eerste instantie een heel overzichtelijk en ruim gebouw. Ook als je hier binnen loopt zie je met name toch ja, hoge muren, ruime gangen. Het straalt heel veel rust en heel veel ruimte uit. En dat is op zich gewoon heel goed voor onze leerlingen. Al moest begin dit jaar wel het hele dak eraf, terwijl de school al was verhuisd. Foutje bij de renovatie. Op het tij wordt lesgegeven aan jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Allemaal hebben ze een vorm van autisme. Als je bijvoorbeeld denkt aan onder andere leswisselingen of dat er lesuitval is. Leerlingen in het normaal regulier onderwijs kunnen daar veel gemakkelijker mee omgaan. Onze leerlingen raken daar echt gewoon van slag. Weten dan op dat moment niet waar ze aan toe zijn. Praktijkgericht onderwijs, veel begeleiding en kleine klassen moeten de jongeren klaarstomen voor een vervolgopleiding op het ROC of een plek op de arbeidsmarkt. We zijn heel erg gericht op training en het intrainen van vaardigheden en competenties op arbeidshouding. Om uiteindelijk ook die overstap zeg maar, naar dat daadwerkelijke arbeidsproces te kunnen maken. Binnen de school werken mensen die gespecialiseerd zijn in jobcoaching en de jongeren extra kunnen begeleiden.